Dames en heren, jawel, lang gewacht en toch gekomen. Ik kreeg volgens mij ook nog wat heerlijkste eten. Een dame die altijd vol overgave weet aan te kondigen. Waarom? Omdat het gewoon een fijn wijk is. Laat weer. Dames en heren, in de studio live hier is Tina Trucker. Nee, goedemorgen. Hey, kan jullie, hoe is het? Goed, gelukkig. Ja, is een gelukkig. De laatste keer dat je hebt gezien was de kanten van Helmond uit bij Ramona. Bij de CD-presentatie. Ja, klopt. Bij Atlas. Ja, klopt. Ja, dat is even geleden. Twee maanden. Twee maanden denk ik inmiddels wel, ja. Onverstelbaar. Ja. Je bent niets veranderd. Oh, fijn. Als het maar in mijn voordeel is. Hey, lieve schat, luister, je komt hier naar de studio. We hadden je niet op de poster staan. Ik had vanochtend je man aan de telefoon. Die zei, heb je even tijd? Ik zei, ja, voor jullie maak ik wat tijd. Ja, dan komt het goed uit, want Rutger van Barnes, want die kon niet. Een ander, Jadine Daniels, die heeft het op zijn voet gehad. En bij René Becker kreeg ik de voorspel, dus het was weer een programma uit Duitsland. En ik dacht, nou, ik ben blij dat je komt. Ja. Maar wat zie je nu? Tina Trucker, snacks? Snack. Snack? Ja. Vertel, daar wil ik als eerste over beginnen, voordat ik met een nieuwe cd begin. Nou, we hebben eigenlijk, dat is al een jaar geleden, ik ben een jaar uit de running geweest vanwege het herstellen van dat ik uit de truck gevallen was. En toen was het al de bedoeling dat we dus deze single uit zouden brengen met een nieuwe Tina Trucker snack. Ja. We hebben een snack ontwikkeld en met de naam Tina Trucker snack uiteraard. Ja. En dat is, dat zul je straks ook even proeven. Het is in de vorm van een autoband. Dus het zou niet anders kunnen natuurlijk. Nee, helemaal cool. Dat hoort er helemaal bij. We hebben ook een beetje nagedacht over wat het moet zijn. Het mag natuurlijk een trucker, het is voor iedereen bedoeld, maar een trucker die, wat ik dus zie als wij dus onderweg zijn, wij stoppen altijd even bij een tankstation om te tanken of even wat te drinken of zo. En ik zie altijd dat de truckers meestal een gehaktbal nemen, want veel meer is er dan ook niet als alleen het gewone rieltje. Ik denk, het is altijd die gehaktbal. Ik heb hem eens geproefd, ik vind hem helemaal niet lekker. Dus dat... Meestal zijn van die gummibokken. Ja, ik vind het, het is niet mijn smaak. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan van, we zullen eens een nieuwe snack gaan maken. Mm-hmm. In de vorm dus van die band. En we hebben het gedaan met onder andere kip en bacon. Dat is een beetje een hartige, heerlijk, lekkere snack. Ja, en niet vet. Hij komt al binnen gereden. Ja. En je kunt hem gewoon in het vet bakken, maar je kunt hem ook in de oven leggen, dus dat is zelfs nog mee. Een appelbeignet, mag ik dat zo zeggen? Nou, een band is ook een vorm natuurlijk van een beignet, hè? Dus er zit een gat in het midden, dus dat, maar dat heeft een band ook, dus zoals een donut. Ik heb er een keer een mop over gehoord, hoe dat die gaatjes daarin komen, maar dat ga ik je nou niet vertellen. Nee, doe maar niet. Maar hoe kom je, ik vind het briljant, dat vooropgesteld, om ook zo een nieuwe impuls te geven aan een jaar afwezigheid, je nieuwe carrière, door met een snack op de proppen te komen. Maar hoe kom je op het idee? Je wordt s'nachts wakker, badelt in het zweet, ik ga nu de nieuwe snackkoning van Nederland worden. Ja, zoals ik dus net vertelde dan bij een tankstation dat we zagen, daar staan ze weer met een gehaktbal. Ja. Dat was eigenlijk, en Kees bracht zelf, stapte in de auto en die had ook een gehaktbal genomen. Zei, nee, ik vind het niet lekker. Dat is niet wat ik wil. Dus en toen kwam hij eigenlijk, Kees dus eigenlijk een beetje met het idee, nou, als we eens een andere snack gaan maken. Ja. En dat hebben we samen overwogen en dat werd het dan ook, ja. Geweldig. Ja. Ja. Hey, en heb je hem zelf gekeurd, geproefd en natuurlijk. Natuurlijk, ja. Ja hoor, hij moet wel lekker zijn. Als ik hem lekker vind, zeg ik, dan denk ik dat iedereen hem lekker vindt, want ik ben een hele moeilijke eter. Ja. Dus ik denk, als ik het lekker vind, dan zal het wel goed komen. Toch. Moet ik het nou zo zien dat je ook naar alle verkooppunten toe gaat? Want er moet ook een soort merchandising op gang komen. Ja, ga je zelf naar alle verkooppunten en ga je daar lekker zingen en dan je eigen snack promoten? Of hoe moet ik dat gaan zien? Nee, we hebben wel gezegd, de interviews die ik dus afneem, dan nemen we hem al mee. Ja. Om hem dus te laten proeven dus bij de radio's. Maar hij is gewoon bij de leverancier verkrijgbaar. Dus het loopt wel via de leveranciers. Anders moeten we ook nog met een auto aanschaffen die een diepvries heeft. Om iedereen te bevoorraden. Dus dat doen we maar niet. Ja. Nee, hij is gewoon iedere zaak, dus iedere cafetaria of winkels, wat het ook mag zijn, kunnen we gewoon bij de leverancier bestellen. Oké, en hij is gewoon opgenomen in het grootverbruik, zeg maar. Ja. Ja, nog een bepaalde leverancier waar denken ze van je moet naar Becker snack of je moet naar Oka of weet ik veel wat. Nee, het is een hoofdleverancier die hem dus uitdeelt zeg maar naar de groothandels toe. Mm-hmm. En daar kun je hem dan overal krijgen. Oké, okay. Nou, ik denk dat we zo meteen gaan proberen. Ja, natuurlijk, ja, zeker. Je nieuwe single. Ja, en daar... Tadaa! Ja, het is een single die ik, of een nummer wat...
wat toch weer met mijn vroegere stijl te maken heeft. Truck Driving Girl. Ja, dat blijft me toch, dat hoort bij mij, dat het Nederlandstalige country. Ja. En ik heb daar ook de snack in verwerkt, een stukje. Oké. Ja, en die Nederlandstalige country, dat doe je al jaren, maar dat doe je ook al jarenlang succesvol. Ja, dat was vroeger mijn ding ook. Ja. En toen heb ik toch nog eventjes een ander nummer of twee andere nummers ertussen gebracht. Nee, maar dit trekt mij toch, dus ja. Ik ben daar toch weer naar teruggegaan. En ik heb het al eerder gezegd, want ik heb het er op een gegeven moment bij volgens mij was het een Udo. Ja, met kanaaltje Q en frequentie. Ja, waar ik ook nog een blauwe maanden voor gewerkt heb. En toen was het, met Giel Montagne was het toen weer een of andere trosfestiviteit in Udo op een of andere Sintelbaan. Mensen op de tribune enzovoorts. Ja, en wij moesten en zouden Tina Trucker in het blad hebben. Ja. Dus ik ben je helemaal gevolgd aan de kleedkamer. Ja. Weet je dat nog? Ja hoor, ja. Klop, klop. Dat vergeten we niet, hè. Het ging wat moeilijker, hè, dan tegenwoordig. Het ging wat moeilijker toen, maar uiteindelijk was je ook toen gelijk van, oh, kom binnen jongens. Ja, natuurlijk. Mijn manager kon het nog wel eens een beetje tegenhouden, maar ik sta er altijd voor open. Ja, maar ik heb laatst nog oude foto's gezien waar jij nog op stond. Dus André Hazen stond erop. Ja. De zangeres zonder naam stond erop. Vulcano stond erop. Die tijd allemaal. Ja. Ja, en leuke tijd. Echt, geweldig. Hele leuke tijd, ja. Toen, we waren allemaal een beetje media-cowboys toen. Ja. Het is nu allemaal wel wat anders. Ik vond het vroeger toch wel iets meer heb als nu. Ja, maar vroeger had je dat natuurlijk. Toen was een artiest nog een artiest. Nu heb ik af en toe het idee dat je op iedere hoek van de straat een artiest tegenkomt. Iemand die zingt, ja. Iemand die, laten we het netjes uit. Ja. Iemand die een poging maakt om te zingen. Ja. Ja, en uiteindelijk komen daarvan de beste weer bovendrijven. Als een soort moerasgas. En die gaan dan ook door. Maar de rest, af en toe krijg ik dingen thuis. Dus ik echt denk van, oh jongens. Ja, het is helemaal anders. Plus, het is, vroeger was het ook moeilijk met de Nederlandstalige nummers. Hè? Ja, want het was nog niet zo geaccepteerd. Nee, het was eigenlijk alleen maar Ad Roland die het in zijn programma had. In dus je moest er echt, als je daar tussen kwam. In Beuzegum woonde die. In Beuzegum had je Roland. Ja, ik heb een waanzinnige kelder met platen. Ja, inderdaad. Ik had daar een hele goede band mee. Dus het super discjockey toen die tijd. Ja. En natuurlijk ook zijn countryprogramma toen. Ja, ook dat, s'nachts in het programma ook voor de truckers. Dat was een programma. Heb je er nog steeds contact mee over? Nou, ik heb hem vorig jaar op de Buma Award, heb ik hem na al die jaren voor het eerst vertrek gezien. Ja, want ik ben het contact ook helemaal kwijt. Ja, het was ook heel leuk. Of hij in Duitsland doet of in Duitsland heeft gedaan? Of? Ja, in Duitsland en daar is je nog steeds. Oké. Okay. Ja, dus dat is natuurlijk wel een man. Ja, die mag je vergelijken met de Ferry Maat. Ja. En een Tom Mulder en een Ad Roland en noem maar op alles. Al die troscorriveeën van toen. Ja. Ja, dat was hij echt. Dat is, ik vond het superleuk dat ik hem dus vorig jaar bij de Buma Award tegenkwam. Ja, geloof. En ik zag hem en dan na zoveel jaar, want het is 20, 25 jaar geleden dat ik hem gezien heb. Ja. Dus en ik zag hem staan en dan komt alles terug van vroeger. Hè? Ja, dat zegt, ja. Heel goed. Zelfde persoon, alleen een beetje ouder geworden, maar dezelfde persoon. Ja. Ja. Heb je de snacks warm gemaakt? Ja. Ze zijn al warm in de hoofd. Ja, oké, okay, ja. Het interviewbord, want ik heb een hekel aan koude snacks. Truck Driving Girl, natuurlijk, het kan eigenlijk niet uitblijven, want nadat je bijna je ongelukkig bent gevallen vanuit de truck, ja, kom je weer terug met een Truck Driving Girl. Ja, dat blijft toch mijn ding, hè? En dat blijft toch je ding. Ja, blijft toch mijn ding. Meisje, geef nog heel even door waar je terugvindbaar bent op de sociale media, voordat we gaan beginnen aan die heerlijke snacks van. Nou, onder andere op Facebook, het is alleen heel jammer dat ik regelmatig zie, was gisteren ook weer, staat er dan op. Aan de limiet. Maar ja, daar kun je niets aan doen, want dat doet Facebook. Maar ik heb ook een fanpagina, ja. Dus daar kunnen ze dan nog op. En op een likepagina. Dus er zijn wel meerdere mogelijkheden waar ze me dan kunnen vinden. Het is alleen, ik kan ze niet meer toevoegen als vrienden. Dat gaat niet. Maar iedereen die op de fanpagina staat, zie ik ook als vrienden. Dus ze kunnen zich daar nog steeds bij aansluiten. Helemaal goed. Ja, en dat is gewoon Tina Trucker fanpagina of fanpagina? Dat is een Tina Trucker fanpagina, ja. Dat is de groep van Tina Trucker fanpagina. En als ze Tina Trucker intikken, komen ze altijd wel op één of andere site van me. En dan op Twitter is het nog te vinden. Dus, en dan de website. Dus er zijn mogelijkheden genoeg. Helemaal goed. Lieve schat, dankjewel voor je tijd die je weer genomen hebt om hier naar Langs Laat FM toe te komen. Graag gedaan. En jij, en jij ook uiteraard daar natuurlijk. Ja, voor jou altijd, weet je toch. Dan was het alleen maar voor vroeger. Ja, even ophalen. Zo laten lopen. Ja. Nou, ik vind het ook wel leuk als ik dan even terugdenk. Denk. Nou. Wij gaan je snacks proeven en je nieuwe single draaien. Doen we. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Gooide een muntje in de jukebox.
American girl. De ober, hij schonk mij koffie. Ik bedankte hem en zei, luister knul. Dit nummer maakt me happy. Want ik ben een truck driving girl. Hey man, geef me nog een Tina Trucker snack. Ja, dat is het beste van Dansburg. Gooi nog een muntje in de jukebox en speel de truck driving girl. Ging op weg naar Sam.